Nou, ze moet nog een beetje wennen. Nee. Zo, Sarah is echt leuk om spelletjes mee te spelen, hè? Echt overal. Dus ik ga stofzuigen. Ze vindt het echt heel gezellig. Nee, ja, te bossen. Zo'n houthakken. Hoi, wat superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag zondag en ik dacht, ik begin een keer de vlog in het weekend. Want vandaag wordt wel een hele gezellige dag. Mijn zusje komt langs, wat ik heel leuk vind. En we zijn van plan om de kinderwagen om te bouwen. Zodat Anna dus meer in de... Ja, dan ligt ze niet meer in de bak, maar dan zit ze een beetje zo schuin. En dan kan ze veel meer om haar heen zien. Echt de wandelwagen dus. Dus ik denk dat dat heel leuk is. Ik heb me net klaargemaakt. Ik heb een van mijn lievelingstruien aan. Deze is van Naked van vorig jaar. Ketting van Moon Stories, oorbellen van Anna Luisa en mijn glitter flared. Want ik heb toch echt wel langzaam een beetje kerstkriebels, moet ik eerlijk zeggen. Heb jij enorme kerstkriebels? Zeker. Maar jij gaat natuurlijk ook altijd, of je luistert natuurlijk ook als je naar je werk gaat, radio. En daar wordt volgens mij ook al super veel kerstmuziek gedraaid. Nu al op het werk. Ja, jullie hebben op het werk toch echt die kerstzender? Nee, ja, Sky Radio die draait echt gewoon heel veel kerstmuziek al best wel heel vroeg. Ja. Toch wel een beetje een guilty pleasure. Nice. Ik weet niet, op een of andere manier raak ik het nooit echt helemaal zat. Maar dat komt denk ik ook wel omdat je steeds toch ook echt heel veel maanden hebt dat je het helemaal niet meer hoort. En dan is het elk jaar weer een klein beetje nieuw, maar toch bekend. En die combi is perfect. Ja, het is, ik denk juist dat ik dit jaar op een gekke manier meer zin heb in kerst. Als in... Het knussen van thuis misschien. Nou, gewoon überhaupt het knussen, want het is een heel gek jaar natuurlijk. En je mist heel veel knusheid. Ja. Of in ieder geval heel veel gewoon warme gezelligheid en al. Helemaal eens. Maar het wordt wel een heel gekke kerst. Ja, dat wel. Maar ik wil echt wel graag ook wat sneller de kerstboom opzetten. Ik ook. Gewoon, ja, omdat het toch wel gek wordt. Dan heb je in ieder geval dat nog. En ik heb mijn adventkalender ook eronder staan. Nu hebben we er dus allebei één dit jaar. Ja, dat wordt leuk met vlogmas ook. Ja, dat is wel iets heel anders soort iets. Nou, dus sorry, je hebt echt overal... Je hebt zelfs koffie-adventkalenders en zo, hè? Ja, je hebt echt van alles tegenwoordig. Moet ik er dan niet ergens gewoon twee hebben of zo? Kan. Maar je hebt toch ook een Happy Socks adventkalender? Ja, maar dat wil jij sowieso al niet. Hoeveel ik heb. Ja, maar je hebt er ook een aantal die echt wel een beetje op zijn. Ja, ik moet wel een paar wegdoen. Ja. Deze moet ik ook wegdoen. Ja, de gisteren toen. Lieve Marco, oh fijn. Gaan er nog meer. Die stoten gewoon die fotolijst eraf. Maar ik moet zeggen, echt de nieuwste foto die daarin zat. Maar de nieuwste foto die hierin zat. Oh, dit is trouwens een van onze lievelings. Ja, zeker mijn. Maar die is zo lang geleden. Hoe oud zijn we hier? Ik denk oh, dat... die moeder nog op de flat. Ja, ik ben hier denk ik 19 of 20. Ik denk eerder 20. 20 of zo. En jij dan 22. Mijn zusje ook zo veranderd. Oh, echt hele oude foto. Dit is zo'n typische jongensgroepfoto. Deze is ook redelijk nieuw. Deze is van 2013 en dat noem ik dan nieuw. Ja, de meeste zijn echt super oud. Dus op zich, het was altijd wel een soort nostalgisch. En iedereen vond het leuk om deze foto's te bekijken. Maar op zich ook wel een teken dat aan een upgrade nodig het was een teken. Toe is. Ja. Anna is net wakker geworden. Kijk even, wat een zoet truitje. Ja, je bent zo vrolijkerd. Dit is heel lief. Deze had ik van mijn schoonmoeder gekregen. Van Hema volgens mij. En deze van mijn moeder, van Veetje. Een heel zoete outfit. Ja. Wil jij lekker drinken? Kunnen wij regelen. Nou, ze moet nog een beetje wennen. Maar ze begint het wel wat leuker te vinden. Ze dacht eerst, hallo, waarom zet je me vast met die gordels? Maar nu kletsen een beetje. Ja, kletsen best. Ik kan wel veel meer zien zo, hè, Ann? Dat is wel waar. Ja, daar hou jij toch van? Oké, ja, dat is een ja. Ik heb even lekker een eitje gebakken, of eigenlijk twee eitjes en wat champignonnen. En hieronder heb ik avocado op mijn brood gesmeerd, dus dit wordt heel erg lekker. Ik bood Marco ook aan voor hem lunch te maken, maar hij wilde gewoon niet. Gemiste kans. Ga zo even lekker fruit eten. In plaats daarvan voert hij Anna aan het broodje. Zeker. Het is een paar uur later en mijn zusje is er ook gezellig, wat ik al zei. Dus dat is helemaal leuk. En net vanmiddag had Anna trouwens de eerste schaterlach. Echt geweldig. Dus ik hoop dat je dat zo ook live mag zien. Ik dacht, we gaan zo even regenwormen. Want dat is een nieuw spelletje. Ja, jullie hebben me er al eerder over gehoord. Ik was aangestoken door Bonnie. Maar het is echt helemaal leuk. Marco vindt het ook heel leuk. Vooral als ik win elke keer. Nee, wacht even. Elke keer? Nou, de laatste paar keer. Elke keer, volgens mij, heb ik de laatste gewonnen.
De laatste twee. Nou, dat heb ik gewoon verbannen, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval dacht ik, het is wel lekker als we daar ook snacks bij hebben. En ik heb al een keer eerder een samenwerking gehad op Instagram met Grace. En ze hebben dus een snackbox. Ik heb de variatie snackbox met zoet en hartig. En daar zitten echt hele lekkere verschillende snacks in. Ik ga het jullie even laten zien. Dit is trouwens een hele leuke doos, een kersteditie. En dit zijn ze. En het is ook goed dat Marco en Eva er zijn, want in deze en in deze zit melk. Dus die mag ik niet, maar in die niet. Dat staat er gewoon op per snack. Ze hadden vorige keer nog niet dit soort dippers. Die zijn dus nieuw en deze had ik al geproefd met speculoos. Is echt vet lekker. Welke wil jij proeven, Eef? Geef me van jou. Ja, dit is dus met speculoos dip. Die is heel lekker. En iets van pretzel. Oh, zo zoet met zout. Ja, eigenlijk ook al per snack. Ja. Ik vind dus die, vorige keer vond ik die ook heel lekker. Alleen toen was er eentje met cacao, die kon ik wel eten. Maar nu kan ik dat dus niet eten. Maar jullie wel zo. Er zit melk in, dus dat eet ik nu natuurlijk niet. Maar die andere twee niet. Dus het is maar goed dat jullie er zijn, want dan kunnen we het lekker delen. Oh, wacht maar, dit is voor tijdens het spelletje. Ja, voor tijdens. Oh, het is echt wel lekker, die pretzel. Ja, hè? Ja. Ik vind deze hele grote donkere chocolade chunks echt gewoon verslavend. Zit er iets in? Zo, nee. Gewoon puur. Oh, nee, chunk, ja. Grace heeft nu een hele leuke actie, dus mocht je zelf nieuwsgierig zijn om er één te proberen, dan is nu misschien een leuk moment. Ze hebben namelijk nu de actie dat als je er eentje voor jezelf koopt, dan krijg je vervolgens een code, waardoor je er ook nog eentje voor iemand anders kan kopen. Dus je krijgt er één gratis. En dat werkt als volgt. Je gebruikt mijn code CADEAUSA, dus de eerste twee letters van mijn naam. Als je bestelt, dan reken je gewoon je eigen snackbox af voor de normale prijs. En vervolgens krijg je een e-mail met weer een andere code, waarmee je dus gratis een tweede box kan bestellen. En wat heel leuk is, is dan kan je die dus gebruiken om een vriendin te verrassen, of je moeder, of wie dan ook. Maakt natuurlijk helemaal niet uit. Want Grace stuurt het gewoon op naar de persoon, ja, waar jij het naartoe wil sturen. En daar kun je ook een persoonlijke boodschap bij geven. Dus extra leuk ook wel een beetje richting de feestdagen, vind ik. Dus dat vond ik wel een leuke actie om te delen. Kun je hem zelf proberen en je kan iemand anders het gunnen om het een keer te proberen. Het spel ligt klaar. Eva heeft dit al heel lang niet gespeeld. Ik ben benieuwd hoe lang Anna het ons laat spelen. Maar ik hoop dat ik ga winnen. Ja, je moet sowieso die toch? Ja, zo chill als je die gewoon al hebt. En het is ook 5 punten waard. Dus op zich, it's not bad. Geen slecht begin, hoor. Ja, maar aan vandaag. Nou, ik vind het leuk. Is dit een vintage trui? Dat is uit Peru. Ik wou net zeggen, lijkt een kameel of een dromedaris of zo. Het is een alpaca trui. Oh ja, nee, tuurlijk. Ik weet niet wat erop staat. Nee, ik denk maar het wel, is voor mij van een alpaca. En de mouwen zijn tot hier. Ik vraag me dus echt af wie er in Peru dit zou dragen. Ik weet het niet. Het is natuurlijk ook echt een toeristending. Toeristen, ja. Maar, ja, ik bedoel, mensen zijn gemiddeld wel een stukje kleiner daar dan hier. En ik ben al een... Zit er nog mijn god, daar! Oh, nou, dat is echt heel stom. Nou ja, 2-3, ja, dat moet dan wel. Fuckers. Anders ben je af. Nee. Zo, Sarah is echt leuk om spelletjes mee te spelen, hè? Dat ben je af. Ik heb 4 wormen. Ze zegt niet eens, oh, wat jammer. Oh, sorry, opbouwende feedback. Wat goed is je zoveel wormen hebt gegooid. Wat jammer dat je er niks aan hebt. Wauw. Zie je ze? Jij bent zo'n bitch. Jij durft niet eens meer mee te doen, dus dat zegt ook goed. Marco, kijk, Marco. Zo, ik kan me echt voorstellen dat je hier dan gaat liggen. Dat heb ik dus heel vaak. Vooral als ze zo de hele dag zo uitputtend doet. Dan dat je gewoon denkt, oh lekker eigenlijk ligt hij. Ja. Chill ik er gewoon naast. Goedemorgen, het is maandag. Er komt hier een hele grote vriend op zetten. Het doet echt vet veel pijn. Wat is dit voor plukje? Nou, we zien er florissant uit deze ochtend. Marco en Anna zijn net de deur uit. Dus ik heb haar eventjes aangekleed en gevoed en zo. Nu is het 7:30. Ga ik eerst nog even koffie zetten. En dat ga ik dan even opdrinken op bed. Ik vind het zo lekker, omdat dat gewoon verder nooit kan natuurlijk. Om dat dan even te doen op maandag. En Marco doet dat vaker op dinsdag, dat is zijn vrije dag. Dan ga ik er gewoon vast uit met Anna en zo. Het is gewoon heel lekker dat je af en toe even kan, ja, uitslapen. Dus niet letterlijk, maar wel gewoon het idee heeft dat je er niet voor iemand uit hoeft, behalve voor jezelf. Het is 12:45 en ik heb vanochtend mijn vlog geëdit en wat werk gedaan voor de volgende podcast aflevering met de avocado generatie. Dus ik moest even op het social media account de stellingen en zo plaatsen, zodat jullie weer mee kunnen stemmen.
En nu ga ik lunchen en dan over 2 uurtjes komt Sanne. Sanne helpt me wel vaker met shooten en die gaat nu ook even helpen met een aantal foto's. Ook voor campagnes, vond ik wel heel fijn. Ik ben aan het racen vandaag, jongens. Het is niet normaal. Sanne is inmiddels weer weg. We hebben deze outfit geshoot en ook nog een kerstlook video voor gefilmd. Mini video voor Instagram, iets anders dus. Maar vandaar de rode lipstick, had ik ook wel zin in. En nu dacht ik nog even een half uurtje te zitten voordat ik Anna ga ophalen. Alleen ben ik net dus met schoenen met heel diep profiel door het huis gewandeld. Kijk even. Er is gewoon hier nu een heel spoor van blubber. Nou ja, blubber, droge aarde inmiddels. Maar dat was blubber onder mijn schoen. Echt overal. Dus ik ga stofzuigen. Maar goed, dat hoeft natuurlijk maar 5 minuutjes te duren. Dus dat ga ik even snel doen. Dan ga ik even met een theetje op de bank ploffen. Kolven wel nog ondertussen. En dan Anna ophalen. Het is toch wel een beetje kerst vandaag, zie ik. Zeker, het is hier ook heel koud binnen. Komt dat omdat je kerst mist? Ik heb een biertje in de koelkast staan, of op de koelkast staan. Weet je hoe die heet? Nou? Volgens mij was het dat ik kerst mis. Maar we gaan wel vroeg de kerstboom opzetten, hè? Dat vind ik echt leuk. Dat mag dit jaar sowieso. Sowieso. Kijk trouwens even wat een hysterisch speelparadijs we hebben neergelegd. Ze is nog geweldig. Ja, zeker. Ze is volgens mij wel een beetje overwhelmed. Nog heel rustig. Maar ze is wel heel blij. Ze ziet ook lekker hysterisch uit met die romper en die legging. Twee baby's, gezellig. Vandaag is het dinsdag, dan is Marco vrij altijd. En ik ga me even opmaken. Dat doe ik lekker gezellig hier in de woonkamer met deze twee hiernaast. Dus hier heb ik ook lekker warm, want we hebben de verwarming aangezet. Dus ja, buiten begint het nu wel echt winters te worden, jongens. Ik moet er even aan wennen. Ik denk jullie ook, want we hebben zo'n zachte herfst gehad. En vandaag heb ik ook nog wat werkdingen die echt moeten gebeuren. Maar dat zijn allemaal wat kleinere dingen. Want ik vind het altijd leuk op dinsdag om ook gewoon de tijd te nemen om bijvoorbeeld met z'n drie een wandeling te maken. En te lunchen met Marco en zo. Dus ik heb niet een hele harde werkdag gepland. Come on in, come on up, come on over, for the merriest time of year. Come on up, come on in, get together, for a good time. We zijn even heerlijk aan het wandelen. En Marco die heeft gewoon mijn muts gejat. Zeker. Heb ik hem net nieuw? Heeft hij hem nu al gejat? Ik moet zeggen, hij staat je ook wel heel goed. Thanks. Is dit jouw muts? Ja, alsof je dat niet wist. Heb je hem al geclaimd? Ja. Jongen. Nou, ik zie het maar als een compliment. Je hebt ook de jas aan die je hebt gekregen van mij. Marco is de voorbereidingen aan het doen voor de zuurkool. Marco's zus blijft ook eten. Ondertussen koken we zoete aardappel voor Anne. Want die ijsblokjes met zoete aardappel zijn weer bijna op. Maar ze krijgt nu eerst melk. Is dit kunstvoeding of afgekocht? Afgekocht. Okay. Heb ik zelf geproduceerd. Dat krijg je eerst. En dan gaan we een hapje voor jou uitzoeken. Sowieso iets met pastinaak. Is dat goed? Het is woensdag en ik heb weer een groene muur achter me. En dat betekent dat we weer in de studio zijn voor podcastopnames. Echt heel leuk. Ik was wel een beetje geïrriteerd in de auto, want ik ging eigenlijk zelf te laat weg. Mijn fout. Toen kwam de lift niet, omdat ze bezig waren met de lift te schoonmaken. Dus toen heb ik echt 5 minuten op dat knopje staan drukken van please, schiet op. En vervolgens kwam ik echt achter iedere mogelijke vrachtwagen, bouwverkeer, auto die je maar kon tegenkomen. En toen bleek ook nog dat Lot en ik geen parkeerplek hadden hier. Dus dat was weer een soepel begin. Maar goed, ik ben inmiddels weer een beetje bijgekomen. Hebben jullie er zin in, meiden? Ja, yes. Altijd. Hé, jullie hebben allebei ruitjes. Oh ja, ik heb echt nooit ruitjes. Ik voel me een beetje buitengesloten nu. Ik voel me een soort super stoere girl. Ik vind het heel leuk staan. Zo'n Amerikaan of zo dan met die ruiten. Dat is super stoere. Die is toch gewoon... Uit de bossen. Nee, uit de bossen. Zo'n houthakken. Oh ja. Dat kan ook, juist. Maar is die van Guts & Gusto? Want ik zag het volgens mij heel leuk. Hij is heel leuk. Maar het is geen gevoerde jas of zo. Het is echt een mantel. Echt zo'n flannel, of niet? Oh ja. Wel zacht, denk ik. Ook wel echt lekker voor binnen gewoon. Ik hou het liefst aan. Ja, want het lijkt wel echt een jas. Nee, vind ik niet hoor. Het lijkt gewoon een heel lekker vest. Ja, vind ik ook. Kiek.
De koe eet gras en loeit heel hard. Soms zijn haar vlekken bruin en soms zwart. Oh, papa probeert te bellen. Hallo, schat. Hallo. Ik dacht, jij staat ook op afstand. Ja. Of gewoon op stil. Ik weet het. Ik heb jouw voicemail en je staat op stil. Heel handig is dat. Hi. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Het is nog heel erg donker. Het is nu ongeveer, ik denk bijna 8 uur. En ik ga nu eventjes alles pakken om naar de opvang te gaan met Anna. Ja, dus ga ik doen. Ik heb nog nat haar, maar maakt allemaal niet uit. Ik ben even het koeltasje voor de opvang aan het klaarmaken. 2 keer moedermelk. 2 keer kunstvoeding. Ze gebruiken meestal maar 1. Maar ik doe altijd een reservevoeding voor als er iets omvalt of zo. Of als ze meer trek heeft. En hier ijsblokjes voor de groentehapje. Dit is pompoen, rode biet en courgette. En we zijn naar 5 blokjes gegaan. Want 4 is voor haar gewoon echt te weinig. Heb je er weer zin in vandaag? Ga je naar de kindjes? Zo leuk! Net dus een online event gehad. Ik vond het echt heel erg leuk. Ik wilde dit vaker doen. Ik merkte dat ik het best wel had gemist om gewoon met anderen, met collega's te luisteren naar iets leerzaams, naar een verhaal. Ja, die events zijn natuurlijk al heel lang niet geweest. En ik zag er een beetje tegenop of zo om online dingen te volgen. Maar het is juist heel leuk. En inmiddels heeft iedereen er natuurlijk echt handigheid in gekregen. Dus was super goed georganiseerd. En dit event was voor Bikey. Zij hebben allerlei draagzakken en draagdoeken bij K-Carriers. En nou ja, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, heb ik een Tula draagzak waar ik super tevreden mee ben. En helemaal in het begin had ik een geweven draagdoek van Bam en Boe zelf gekocht, die ik ook super goed vond. Alleen merkte ik gewoon dat ik vooral in het begin niet echt die rust had om het knopen heel goed onder de knie te krijgen. Dus die heeft Mark wel meer gebruikt dan ik. Maar nu merk ik soms als ik Anna binnen wil dragen, omdat ik gewoon mijn handen vrij wil hebben en ze een beetje onrustig is, dan is die draagzak niet meer helemaal ideaal, want ze wil heel graag om haar heen kijken. Het is niet meer zo zoals in het begin dat ze meteen in slaap valt zodra ik er draag. Nee, ze wordt wel rustig, maar ja, ik merk dus buiten met die draagzak, als ik gewoon lekker loop, dan wordt ze nog steeds heel rustig. Maar binnen dan ja, wil ze toch een beetje draaien of zo en iets meer bewegingsvrijheid. En toen dacht ik, hoe ideaal is een ringsling? En Bikey heeft dus ook een ringsling. Ik heb deze super mooie bordeauxrode kleur mogen ontvangen. Kijk even hoe dit matcht met mijn nagels. Ik vind hem helemaal mooi. En hij is nog veel makkelijker om te doen dan ik had gedacht. Want ik zag die extra flap. En ik dacht echt zo van, wat moet ik daar nou mee? Maar dat was gewoon om het aan te trekken. Het is echt zo makkelijk. En je kan hem dus direct hierin ook opbergen. Want dit is eigenlijk gelijk een soort van tasje. Dus nou, helemaal ideaal. En hebben ze ook filmpjes. Dus ik ga hier helemaal uitkomen. En dit lijkt me heel erg fijn. Ik heb even oogbroodjes, want ik heb echt veel trek. Dus ik dacht, ik eet liever broodjes dan crackers. En vorige keer vertelde ik jullie dat ik voor het eerst de kip vega paté had geprobeerd. Alleen vond ik het lekker, maar wel saai. Ik miste iets. En een heleboel van jullie zeiden dat er ook een mediterraanse versie is. Wat ik dus helemaal niet wist, want dat was niet in de winkel waar ik toen was. Dat was de Hoogvliet. Maar nu ben ik naar de Oehei gegaan en nu heb ik deze. Ik denk dat die heel lekker is. Trouwens jongens, ik probeer er echt op te letten om niet slash minder op het schermpje te kijken. Ik ben overgestapt van vlogcamera, dus ik film nu met een Sony. En mijn Canon had zeg maar het klepje boven de lens, waardoor... Laat ik hem maar meteen. Oh, blijkbaar spelen ze allemaal stories af. Die had boven de lens het schermpje, waardoor... Als ik in lens keek, kon ik alsnog soort van een beetje zien gelijk of ik scherp was. En als ik een beetje erboven keek, dan viel dat bijna niet op. Maar nu is het schermpje aan de zijkant. En ja, als je dus een beetje zo kijkt, dan zie je dat gelijk heel goed. Ik zag het tijdens het edit ook, dus jullie hebben helemaal gelijk hoor. Maar ik moet er gewoon heel erg aan wennen. En andersom, als ik de camera zeg maar draai en ik film iets, dan heb ik soms het klepje ook uit in plaats... Dus naar de zijkant in plaats van dat ik hem kantel en gewoon recht achter de lens doe. En dan film ik daardoor een beetje scheef. Dus dat is echt, omdat ik jarenlang die Canon gewend was, doe ik dat gewoon per ongeluk. En ik ben ook gewend van de Canon dat ik dus steeds moest checken of iets scherp was. Omdat het nooit scherp was, bij mij in ieder geval. En dat doe ik nu nog, terwijl het eigenlijk niet nodig is. Als ik bijvoorbeeld iets aan jullie laat zien wat ik in mijn handen heb en wil kijken of dat scherp is... Dat hoeft dus eigenlijk ook niet meer, want deze autofocus is zo goed dat ik daar eigenlijk gewoon op kan vertrouwen.
Maar ja, dat is gewoon echt zoiets met gewoontes, jongens. Ik ga er heel erg mijn best voor doen. Ik ga, ondanks dat dit een mediterraanse versie is van de paté, ga ik toch nog een beetje extra peper doen. I mean, dat kan nooit kwaad. Ik ben zelf echt dol op peper. Deze is echt heel lekker. Dit smaakt precies als gewone paté. Zo lekker. En ik proef die olijven en die... Ja, ik dacht zongedroogde tomaat, maar... Ja, oh ja, zit er ook in. Dus olijven en zongedroogde tomaat erdoorheen. Top, gewoon. Ik ken Winterglow wel, maar volgens mij heb ik deze dus nog nooit gehad. Dus daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Dus daar ga ik zo lekker een kopje van nemen. En dan ga ik de eerste aflevering Temptation Island kijken. Het format van Temptation Island dit jaar is echt veel meer zoals de USA-versie. Dus tot nu toe vind ik het echt wel 100 keer leuker. Het was een goede nacht, maar alsnog voel ik me al helemaal gesloopt. Ik moest meteen Anna in bad doen en daarna had ze super veel trek. En toen had ik geen rijpe bananen, geen goede peren. Dus toen moest ik even iets improviseren met biet en appel. Maar die appel kreeg ik niet klein, dus toen pakte ik de blender. En van dat geluid raakte Anna in paniek. Tussendoor ben ik heel snel onder de douche gesprongen terwijl ze in de box lag. Was ze op haar buik gedraaid en lukte het even niet om terug te komen. Dus vond ze ook niet leuk, dus toen liep ik echt zo half druppelend terug. Oh, soms heb je van die dagen dat ze niet lekker starten, maar goed. Ze ligt nu weer op bed en nu heb ik even snel mijn ontbijt gegeten. Kan ik eventjes gaan me opmaken, me gaan opmaken en dan hoop ik dat de rest van de dag wat soepeler loopt. Aan mijn outfit met het kaartje, hier kan je ook zien dat het niet een heel relaxte ochtend was. Die moet ik er zo nog even uitknippen, daar was ik nog niet aan toegekomen. En dan vanavond, dan eten we bij mijn moeder en haar vriend. En mijn zusje is daar ook en zij is jarig morgen. Dus gaan we een soort van vieren voor zover dat kan. Ik heb er wel heel erg veel zin in. Ja. Hallo lieverd. Ja, leuke. Oh mijn god. Ze wil nu steeds naar dingen die heel ver zijn reiken, maar ze kan nog niet helemaal zelf zitten. En dan af en toe dan gaat haar arm echt in één keer helemaal naar rechts en dan valt ze bijna van mijn schoot af. Dus ik hou er even één hand bij. Dit is echt een heel schattig pakje, geleend van mijn stiefzus. Klopt niet helemaal, ik zeg de vriendin van mijn stiefbroer, maar hè? Prima. En die staat er heel leuk. En daaronder een truitje die ze heeft gekregen van mijn moeder. Ja, is leuk hè? Vind jij die camera zo leuk? Anna. Lieve Anna. 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 Oh, dat doe ik. Ik heb het er hoor. Kijk even hoe snoezig dit is. Die jasjes zijn altijd zo'n gebeur. Maar dit pakje gaat heel snel aan. Heeft ze ook gelijk warme benen. Gaan we een stukje wandelen. Ik heb een aantal pakketjes binnengekregen. Dus ik dacht het is wel leuk om te laten zien wat erin zit. De eerste heb ik al uitgepakt. En dat is deze superleuke vlinder. En dit is van het merk La Maze. En ik krijg altijd heel veel reacties waar deze rups van is. Dit is echt een van de dingen waar Anna het meest mee speelt. En het is dus van hetzelfde merk. En die hebben gewoon heel leuk ontdekkend speelgoed eigenlijk voor baby's. Dus hier zit bijvoorbeeld een belletje in, knisper, van die lintjes en allerlei verschillende texturen. Mooie kleuren die ze gewoon heel erg aanspreken zonder dat het te hard of te heftig geluid is of zo. En dat is dus met deze ook zo. Er zit ook van dat knisper in en er zitten van die bijtringen aan. Nou ja, hier kan ze ook van alles mee. En deze leek me heel leuk en handig ook door die ring om bijvoorbeeld aan de maxi-cozy of de kinderwagen te hangen. Dat ze daar dan mee kan spelen. Ik gok dat ze hier oneindig zoet mee kan zijn. Ik zal hem eventjes linken hieronder. Er staat ook op dat het de award winner is van beste speelgoed. Dan een pakketje van Rimmel met ja, een beetje kerstige items. Een mascara, een lipstick, een eyeliner en een donkerrode nagellak. En ik denk dat ik hier gelijk een winactie mee ga doen. Dus voor degene die het leuk vindt en die nog kijkt, laat hieronder achter dat je graag meedoet met de winactie. En dan kies ik één iemand uit, gewoon random. Daar ga ik reageren op de reactie van diegene in de comments. En dat moet je dus even in de gaten houden, want dan vraag ik je om een mailtje te sturen. Om te voorkomen dat jullie allerlei privégegevens in de openbare reacties zetten.
Dus hou even in de gaten of ik reageer op jouw reactie. Maar daar krijg je als het goed is een melding van als je een YouTube-account hebt. En dat moet je hebben om te reageren. Dus ik denk dat dit helemaal goed moet komen. Deze video komt maandag online en ik zal op woensdag al de winnaar uitkiezen. Dus hoef je ook niet heel lang het in de gaten te houden. En dit pakketje hier word ik echt heel blij van. Dit is van Moon Stories. Fenna heeft me alweer verwend. Echt, oh mijn god. En hier weer het briefje zoals ze dat altijd doet. Of met handgeschreven de betekenis erbij. Heel erg mooi. Deze is uit de kerstcollectie. En dat was gelijk mijn favoriet toen ze die liet zien een paar weken geleden. Nu is de kerstcollectie dus uit. Dus mocht je benieuwd zijn, neem vooral even een kijkje. En dit is natuurlijk ook prima daar buiten te dragen. Dan een iets langer kettingje die heel makkelijk over een colletje te dragen is. En hier een heel tof setje met oorbellen. Een soort donkergrijze tint. En een bordeaux tint. Ik vind dit ook heel leuk voor het tweede gaatje. Met die dubbele ringetjes. Eerste poging met de ringsling. Hij zit echt niet goed hoor. Ik hou er vast. Maar dan is het nog zo simpel. En dan moet ik nog oefenen. Maar ze vindt het wel heel erg fijn, merk ik gelijk. Ze vindt het echt heel gezellig. Ja. Yeah. Ik ging net met haar naar de spiegel en ze moest helemaal lachen. Echt zo cute. Zo van, yes, ik zit gezellig bij mama. En ik kan heel goed rondkijken. Dit gaan we gewoon even oefenen. Het is heel simpel hoor, maar die stof die zit iets stug denk ik. Dus ik kan hem nu even niet beter aantrekken. Ik heb er ook gewoon eerlijk heel weinig oog voor. Dus dat is het ook. Waarschijnlijk ziet Marco meteen hoe het moet. Ja, schat. Ja, voor een klein stukje is prima zo binnen. Het was gisteravond echt heel erg gezellig. Ik had even niet gevlogd. Ik vond het leuk om gewoon even iets zonder camera te hebben. Iets sociaals. Dat doe ik wel vaker in het weekend. Maar ik sluit bij deze wel de vlog af. En de komende vlog die online komt is dus de eerste vlog van Vlogmas. Ik ga het dit jaar gewoon doen. Al is het een beetje anders dan andere jaren. Ik upload namelijk 3 keer per week. Maar dat is toch een stuk meer dan 1 keer per week een vlog. En ja, er zullen natuurlijk ook wat kerstige sferen in de vlogs voorbij komen. Ik vind het gewoon leuk om de traditie erin te houden. En ja, eerdere jaren heb ik altijd gemerkt dat mijn kijkers dan extra actief worden en lekker veel reageren en zo. Dus ik hoop dat jullie dat dit jaar ook weer gaan doen. Ik vind dat altijd zo gezellig. Echt alsof de community dan gewoon wat sterker wordt. Dus hopelijk zie ik jullie in de komende vlog. En ja... fijne dag verder.